Het nieuws van dinsdag 18 mei. Dat is redelijk bedreigend voor het hele ecosysteem in zo'n achterliggend gebied. Vervuild water verpest de oogst van veel telers. De gasunie is de boosdoener, maar trekt zich er niets van aan. Doet hij of zij dat niet, dan wordt standaard TBS opgelegd. Er zijn genoeg mensen tegen het huidige systeem van TBS-straffen. De vader van een misbruikt meisje uit Ede zet het onderwerp op de politieke agenda. Ze gaf aan wie volgens haar een van de daders is van de rellen in Culemborg. Nu zijn er pamfletten over haar verspreid. Dit is intimidatie, discriminatie en daar ben ik heel teleurgesteld in. Goedenavond. Boringen die nodig zijn voor de aanleg van een nieuwe gasleiding veroorzaken grote problemen in het rivierengebied. Dat zegt waterschap Rivierenland. Door de boringen is het oppervlaktewater vervuild. En dat is schadelijk voor de natuur en de fruitteelt. Jan Willem Berben heeft al jaren een florerend fruitbedrijf in Bergharen. Maar dit jaar heeft hij grote zorgen. Door boringen in de omgeving is het ijzergehalte in het water veel te hoog. En dat is funest voor zijn fruit. We krijgen bruin blad. Dat is slecht voor de fotosynthese. En ook voor de vruchtjes natuurlijk. Die worden ruw, niet zo mooi, groeien niet uit. En door de fotosynthese krijgen we ook voor volgend jaar minder bloemknoppen. En bloemknoppen hebben we volgend jaar weer nodig om vruchten te plukken. Berben is niet de enige fruitteler die met deze problemen kampt. Het waterschap heeft als toezichthouder in het gebied al veel meer klachten gekregen. Volgens het waterschap komt het vervuilde water dat bij de boringen wordt opgepompt direct in het ecosysteem. Het hele ecosysteem wordt bedreigd, zeg maar, als je dit soort hoeveelheden ijzer in het water krijgt. Plantjes, diertjes, alles gaat eigenlijk naar de knoppen als dat niet snel genoeg verdund en gezuiverd wordt. Nou, dat is redelijk bedreigend voor het hele ecosysteem in zo'n achterliggend gebied, ja. Onacceptabel. Voor ons wel, ja. Het waterschap heeft de gasunie, dat verantwoordelijk is voor de boringen, al 3 keer een forse boete opgelegd. De gasunie geeft toe dat de situatie in het rivierengebied niet goed is ingeschat. Het is natuurlijk wel zo dat gas zich gewoon aan de wetten en aan de normen moet bijhouden. En zodra die overtreden worden, dan moet je natuurlijk wel nodige maatregelen nemen. Maar volgens het waterschap had de gasunie de problemen kunnen voorkomen als ze hun huiswerk beter hadden gedaan. Er was bekend dat er hier heel veel water in de bodem verpompt moet worden. Het is ook bekend dat er wel tot 300 milligram ijzer in het water zit, in het grondwater. Dus je had van tevoren, vinden wij, goed na kunnen denken over wat voor maatregelen er nodig zijn om dat weg te zuiveren. De gasunie gaat ondanks alles door met de boringen. Wel zijn er maatregelen genomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar volgens het waterschap werken die maatregelen onvoldoende. Voorlopig verkeert Jan Willem Berben nog in grote onzekerheid. Pas over een maand, tijdens het oogsten, wordt duidelijk of het fruit de boringen heeft overleefd. Bijna 70.000 handtekeningen reikte Henk Donkersteeg vandaag uit aan de Tweede Kamer. De vader van het ontvoerde meisje Hanna uit Ede wil dat de wet wordt aangepast, zodat daders niet meer onder TBS uit kunnen komen. Een van de twee mannen die zijn dochter ontvoerde en misbruikte weigerde een psychologisch onderzoek en ontliep zo TBS. Het is een bijzondere ochtend voor Henk Donkersteeg. Vanmiddag levert hij een petitie af en ook al zorgt dat bij hem voor wat spanning, zijn dochtertje, dat ontvoerd en misbruikt is, is er volgens haar vader toch wat nuchterder onder. Eigenlijk heeft zij het constant zo beleefd van we gaan wat doen aan de straf van een van die mannen. En zij vond het goed dat we daarmee bezig waren. En ze was ook wel met die handtekeningen bezig, elke keer op internet kijken, vooral in het begin. Dat er elke keer gewoon 100 bij kwamen. Dus ze weet wel dat ik ook vandaag naar Den Haag ga. Want zij vroeg dan vanmorgen ook of ik dat niet spannend vond. Dus wel een beetje spannend. Maar ze is gewoon naar school gegaan. Dag als andere. 67.448 mensen tekenden op Donkersteegs website de petitie en gaven daarmee steun aan de verklaring die hij voorstelt. Wij vinden dat iemand die een ernstig misdrijf begaat wettelijk verplicht moet worden mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. Doet hij of zij dat niet, dan wordt standaard TBS opgelegd. Commissievoorzitter Johan Remkes nam de petitie in ontvangst. Volgens hem kan het nog wel even duren voordat de Kamer naar deze petitie kijkt, omdat er rekening gehouden moet worden met 3 punten.
in de eerste plaats of voldaan is aan de eis dat er minimaal 40.000 handtekeningen onder moeten liggen. In de tweede plaats nagaan of de Kamer de afgelopen 2 jaar niet over dit onderwerp van gedachten heeft gewisseld en besluitvorming heeft gepleegd. En in de derde plaats moet het voorstel duidelijk omschreven zijn. Ook al zou het niet lukken om het formeel als burgerinitiatief aan orde te stellen, dan willen wij ons sterk voor maken dat het hoe dan ook inhoudelijk in de Kamer bij de Commissie Justitie terugkomt. Er gaat sowieso wat gebeuren in de politiek. Die toezegging heb ik. En of dat dan uiteindelijk gaat leiden tot precies zoals ik het in gedachten heb. Nou, ik ben natuurlijk gewoon burger, dus het hoeft ook niet mijn ding te worden, zeg maar. Hoe is het om jong te zijn in Gelderland? Wat moet er anders en wat kan er beter in het Gelderse jeugdbeleid? Vanavond wordt daarover gesproken tijdens een debat in het Posttheater in Arnhem. En Jacques Verhagen is bij het Posttheater. Ja, Jacques, gisteren zagen we al dat uit onderzoek blijkt dat de Gelderse jeugd gelukkig is. Maar zien ze alles zo rooskleurig? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want hun eigen toekomst zien ze dan heel positief in. Maar de toekomst van Nederland zien ze veel minder positief in. Want zo maken ze zich zorgen over een maatschappij die steeds asocialer wordt. Dat de tolerantie afneemt. Dat de criminaliteit toeneemt. En ze maken zich ook zorgen over de economie. Hè, dat de staatsschuld oploopt. Maar ze zijn ook heel bang dat er in de toekomst minder banen zijn. En dus de werkeloosheid weer toeneemt. En dan is het wel frappant dat ze voor zichzelf allemaal een hele mooie baan in het verschiet zien. Dus dat is dan wel weer opvallend. Ja, dus over het algemeen zijn ze wel tevreden. Maar blijft dat ook zo, ja, gezien het feit dat er bezuinigd moet worden? Ja, want er moet flink bezuinigd worden. Als we kijken naar de provincie Gelderland, die moet 60 miljoen euro bezuinigen. En dan gaan dus klappen vallen in organisaties die zich sterk maken voor jongeren. Nou, één zo'n organisatie is LAVA. Die instelling krijgt 500.000 euro subsidie van de provincie. En die dreigen ze kwijt te raken. Even heel goed opletten. Dit lijkt een aardige man. Maar adviesbureau LAVA zet jongeren graag op het verkeerde been om ze zo aan het denken te zetten. Maar of ze dat nog lang kunnen doen, is de vraag. Het bureau is bijna volledig afhankelijk van provinciale steun. En dat verdwijnt nu. En dus is het voorbestaan van LAVA ook in gevaar. En als je dan nog te horen krijgt dat je samen met een aantal hele goede collega-instellingen als een van de eerste wellicht aan de beurt bent, ja, dan is dat wel even een shock, ja. Het adviesbureau werkt met zo'n 6500 vrijwilligers en bereikt volgens eigen zeggen meer dan 20.000 jongeren. Ze geven advies over levensbeschouwelijke vragen. Vooral voor scholen, maar ook bijvoorbeeld voor kerken. En daar lijkt nu een einde aan te komen. Maar ze laten het er niet bij zitten. Op hun eigen wijze gaan ze de strijd aan. Op dit moment is de relatie met de provincie niet zo dat we strijden, zeg maar. We gaan op inhoud. We gaan voor samenwerking. We gaan voor positieve insteek. We zullen niet de barricade opgaan. LAVA slaat de handen in één met andere getroffen organisaties. En probeert de provincie alsnog zover te krijgen dat de subsidie doorgaat. Ja, Jacques, de jongeren die bij jou achter het Posttheater ingaan, horen die vanavond ook wat over deze bezuinigingen? Ja, daar horen ze zeker wat over en daar gaan ze ook over discussiëren. Want ze krijgen een stelling voorgelegd, bijvoorbeeld waarop moet de provincie bezuinigen. Dat kan dus zijn wat we net zagen, jeugdzorg. Maar het kan ook zijn op werk, op de economie, hè? Op werkgelegenheid, op openbaar vervoer, wegenaanleg. Maar bijvoorbeeld ook op cultuur. Dus er zijn natuurlijk hele interessante vragen die ze voorgelegd krijgen. En zo krijgen ze meer van dat soort stellingen. Nou, het debat begint hier om 7 uur en het is allemaal te volgen via Radio Gelderland. Radio Gelderland zendt het rechtstreeks uit vanaf 7 uur. Jacques vanuit Arnhem, dankjewel. Een vrouw uit Culemborg die voor de rechter heeft getuigd tegen een geweldpleger voelt zich bedreigd. In de wijk Ter Weide zijn pamfletten verspreid met erop de tekst: gezocht, de verraadster van Culemborg, maar dan in het Molux. Op het pamflet staat een foto van de Molukse vrouw. Ze is erg geschrokken en heeft aangifte gedaan bij de politie. Op de deurmat van Magrita Hia lag dit pamflet: gezocht. Jewel Bangsa, de verraadster van Culemborg. Nou, toen schrok ik. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Achter het voorblad zit een kopie van de getuigenverklaring, zoals Magrita Hia die heeft gegeven aan de politie over wat zij heeft gezien tijdens de rellen in de Culemborgse wijk Ter Weide rond Oud en Nieuw. Onlangs zijn enkele Molukse bewoners daarvoor veroordeeld. Ik vind het verspreiden, vind ik wel, dat je haat zaait. Dit is intimidatie, discriminatie. En daar ben ik heel teleurgesteld in. Je bent helemaal ontregeld. Je bent alleen maar met dingen bezig van wie doet zoiets. Wordt u er bang van?
Nou, ik ben dus in zoverre bang dat er dingen gaat plaatsvinden. Dat er geweld weer naar de boventoon gaat spelen. En dat moeten wij voor waken. Want niet voor niks hebben wij een protestmars, een verzoeningstocht georganiseerd. Om te zorgen dat het gewoon, dat moet veilig zijn. Tante Margriet, zoals iedereen haar noemt, is al jaren heel actief in Terwijde. Na de rellen tussen enkele Molukse Marokkaanse bewoners organiseerde zij samen met een Marokkaanse buurtgenoot een verzoeningstocht. Hij is geschokt. Het breekt mij gewoon om te zien hoe een goed persoon binnen Culemborg, die jarenlang klaar heeft gestaan voor iedereen, Marokkaan, Turk, Suriname, Molukkers, Nederlanders, en dat dan zo'n persoon op deze manier de grond wordt ingeboord. Margriet, jij heeft aangifte gedaan bij de politie en het gemeld bij de gemeente, maar die wil niet reageren. De buurtbewoners worden moedeloos van dit soort incidenten. Er heerst hier gewoon een leefsfeer van, joh, zij die kwaad doen, die komen er vanaf. En zij die goed doen, die worden bestraft. Klachten, klachten en nog eens klachten over de OV-chipkaart. Zometeen een reis met die kaart in de bus. Een man van 18 uit Zevenaar wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 90-jarige Duivense. De man werd samen met nog twee anderen opgepakt. De bejaarde vrouw raakte na een inbraak zwaar gewond en overleed later. Hij zit nog wel vast voor een ander misdrijf. De Nijmeegse zangeres Sieneke vertrok vanmorgen naar Oslo. Daar vertegenwoordigt ze volgende week donderdag Nederland tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Na deze uitzending is er een uitgebreide reportage te zien in het Sieneke-journaal. In Renkum deden vandaag zo'n 200 mensen mee aan de jaarlijkse Maria-bedevaart. Het Mariabeeld van de Rooms-Katholieke Kerk stamt uit 1380 en is al jaren een religieuze trekpleister voor Rooms-Katholieken. Het beeldje zou genezende krachten hebben. Er is een oplossing in zicht voor de vele vertragingen op het spoor Winterswijk-Arnhem. Eind mei moeten de treinen weer grotendeels op tijd rijden. Het probleem met de zogeheten assentellers die voor de storing zorgden, moeten dan verholpen zijn. De treinreizigers die al weken de pineut zijn, krijgen een deel van hun geld terug. De politie in Noordoost-Gelderland heeft een kort geding aangespannen tegen een man die agenten lastig valt. De man onderzoekt op persoonlijke titel de Deventer-moordzaak en vindt dat de politie fouten heeft gemaakt. De politie wil nu €25.000 van de man voor iedere keer dat hij een agent lastig valt. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Volleybalclub SV Dynamo in Apeldoorn ziet af van deelname aan de Champions League. De landskampioen bij de mannen had recht op de ticket voor de belangrijkste volleybalcompetitie, maar schreef zich in voor de Challenge Cup. Vooral de hoge kosten voor de tv-productie bleken een te hoge drempel voor de ploeg. In Putten komt mogelijk een oorlogsmuseum. Stichting Oktober 44 heeft spullen verzameld die herinneren aan het oorlogsverleden van Putten. In 1944 werden 660 mannen door de Duitsers weggevoerd. Slechts 48 Puttenaren kwamen levend terug. Het grootste struikelblok voor een museum zijn de financiën. Voetbalvereniging FC Lienden houdt vanavond een benefiettoernooi voor de voormalig politieagent Rob Oostrom. Oostrom wilde vorig jaar een man beletten zelfmoord te plegen, maar werd neergestoken en raakte verlamd. Marco van Basten doet vanavond de aftrap en ook Frans Bauer geeft acte de présence. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. De OV-chipkaart. 1 kaart voor het hele openbaar vervoer. Het klinkt goed, maar het regent klachten in Gelderland. De SP heeft er in 3 maanden tijd 234 verzameld. Morgen wordt het zwartboek vol met klachten overhandigd aan de provincie. Marcel Smits uit Gendringen reist regelmatig met het openbaar vervoer. Op zich is hij een voorstander van de OV-chipkaart, maar toch reist hij, zolang het nog kan, met de strippenkaart. Want dat is voor hem voordeliger. Goedemorgen. Morgen. Gaan we graag met de barvesten dit. Dat gaan we regelen. Dat zijn de 3. Alsjeblieft. Fijn, dankjewel.
En ik reis met meneer Smits mee naar Terborg, maar dan met de OV-chipkaart. Alle ritten die ik onderzocht heb, die ik moet maken hier in de omgeving, kom ik allemaal stukken duurder uit dan de strippenkaart. Tussen de 15% en 65% duurder. De prijzen in het openbaar vervoer veranderen omdat de ritprijzen niet meer op zones, maar op kilometers worden berekend. De Gelderse Statenfractie van de SP is in januari met een meldpunt begonnen voor reizigers met klachten over de OV-chipkaart. Het valt ons op dat er een heleboel klachten zijn. Over de hele linie gaat het vooral over tarieven. Want 60% van de klachten ging over prijsverhogingen. Ook kwamen er klachten binnen over de gebruiksonvriendelijkheid en vroegen veel mensen zich af hoe ze aan zo'n kaart komen. De provincie krijgt het zwartboek morgen overhandigd en wil tot die tijd niets zeggen. Sintus, de vervoerder in de Achterhoek, wil wel reageren. Volgens hen gaat, zoals afgesproken, de reiziger gemiddeld niet meer betalen dan met de strippenkaart. Nou, ik denk altijd dat mensen die meer moeten gaan betalen zich eerder zullen laten horen dan mensen die wat op vooruit gaan. Misschien zijn er wel mensen voor wie het goedkoper is geworden. Deze zijn de ritten die ik moet maken. Dus al mijn vervoer is zoveel duurder geworden. Als je wat langer in de bus zit, vooral meer dan 5 kilometer... dan ben je over het algemeen veel duurder uit. Ja, je kunt het ook omdraaien. Mensen die nu meer gaan betalen, die hebben in het verleden veel minder betaald dan andere mensen. Het ritje Gendringen-Terborg kost Marcel Smits 3 strippen, oftewel €1,50. En van mijn OV-chipkaart wordt €2,15 afgeschreven. En er zijn ook problemen met de website ervarethov.nl, waar je een OV-chipkaart met korting kan aanvragen. De site, die door de provincie wordt beheerd, is volgens het internetmagazine Webwereld lek. De persoonlijke gegevens die bezoekers invullen blijken namelijk voor iedereen toegankelijk. De provincie betreurt de problemen en heeft de website uit de lucht gehaald. En voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Renier van den Berg. Dag dames en heren. Vandaag gaan we eerst nog even terug naar die zware hagelbui die gisteren om 6 uur onder andere over Nijmegen trok. Hagelstenen tot 1 à 2 centimeter groot en een bijna winters landschap eventjes. Maar vandaag was de rust weer gekeerd. Er ontstonden nog wel stapelwolken, maar die waren onschuldig en groeiden niet meer uit tot het buienstadium. Zag er misschien soms wat donker en dreigend uit. En tegelijkertijd waren veel van die wolken wat gerangschikt in van die lange rijen van die zogenaamde wolkenstraten. En dat zie je ook terug op de satellietfoto. Niet het overzichtsbeeld. Daarop zie je wel het grote lage drukgebied boven Oost-Europa, dat daar nog steeds zware buien produceert. Maar haal je dat nou dichterbij, dan zie je die wolkenstraten toch wel terug. Lopend zo in de lengte richting, evenwijdig aan de wind uit het noordwesten. Kleine wolkjes die ontstaan boven de westelijke helft van Nederland, op een weg naar het oosten steeds groter worden en over Duitsland inderdaad wel uitgroeiden tot nog een paar buien. Nou, dit soort wolken hebben te maken met dagelijkse gangen en ontstaan onder invloed van de kracht van de zon. En dus lossen ze vanavond compleet op en krijgen we een heldere nacht. Later langs de oostgrens wel wat wolkenvelden, behorend bij een wolkengebied in Duitsland. En vooral in het rivierengebied vorm ik van een paar laaghangende mistbanken. Minimumtemperaturen op zijn laagst 1 graad of 4. En dan zien we in de vlucht mooi weer met een blauwe lucht, maar ook een bliksemschicht. Dat is een foutje in het programma. Ik kon het er niet goed uithalen. Maar neem maar van mij aan, morgen is er absoluut niet sprake van onweer. Maar wel, vooral richting de Achterhoek, in de loop van de dag soms wat meer bewolking. Misschien trouwens 's ochtends ook al wel wat wolkenvelden daar. Maar dus zeker geen onweer. Wat dat betreft mooi weer morgen. In de Achterhoek soms wat meer bewolking. Elders langdurig zonnig en temperaturen van 16 tot 17 graden bij een matige noordwestenwind. En dan in de aanloop naar Pinksteren, prachtig weer, volop zon en hogere temperaturen. 20 graden op vrijdag, waarschijnlijk ook op zaterdag. En ik denk ook nog op eerste Pinksterdag. Ook dan nog droog met aardig wat zon. 1 graad of 20. Daarna wordt het frisser. En dat begint dus waarschijnlijk op tweede Pinksterdag. Maar dat duurt nog eventjes. Wilt u nog meer nieuws uit de regio? Surf dan eens naar onze website www.omroepgelderland.nl. Ik wens u nog een fijne avond. Spuit ik goed zo? Ja, spuit je goed.